kind was, kwam we ook veel varen naar Nieuw-Amsterdam. En ik ging dan met een bootje, maar ik... Ja. Ik kan me herinneren dat als kind dat die bootsmannen, want ik ging je toch met de boot over van Leerberg, dat ze zeiden dat er dolfijnen waren. Ik kan me herinneren dat klonk als een fabeltje, toch? Dat komt hier niet voor. Ik wist niet dat er dolfijnen waren in Suriname. En nooit gezien hier in Suriname. Ik wist niet dat je die grijze zou zien, dat was zo echt. Als dolfijn is, zo zijn we aan het takken. Volgens mij kon hij morgen al liefjes man. Hij kon dansen, hij kon moto, hij jumpen, hij prijnen naar water. Als de natuur is aan het kweken van. Daar doe dat ik bij, dat is een boom verstand. Onderzoek naar dolfijnen in het wild in Suriname. Zo het gehaald 2012 en een half. Wat we doen is, we nemen dus foto's. We collecteren andere data, zoals zoutgehalte, de rivierstaat, de golfslag. Of er regen is of zon. We kijken dus eigenlijk naar al die gegevens om te zien of die een relatie hebben tot het voorkomen van die dolfijnen. Zo is ons idee altijd geweest dat dit een meerjarig programma is. Daarom zijn we ook al 5 jaar bezig. Dus die metingen die we doen op de vaste meetpunten, die doen we ook altijd wanneer we dolfijnen zien. Om te zien of er een relatie is. Het dolfijnenprogramma is eigenlijk gewoon begonnen als een gezellige trip met een stel vrienden naar het strand. En dus eigenlijk op dat moment, toen we begonnen, wilden we er eigenlijk niet eens echt wat mee bereiken. Maar elke keer dat we gingen, zagen we dolfijnen. Een heleboel van mijn vrienden komen uit de natuurbeschermingswereld. En die zeiden me van, niemand heeft ooit nog wat opgeschreven. Waarom schrijf je niemand op? Doordat wij dit doen, wordt er steeds meer bekend over de dolfijnen. En je krijgt dat tour operators, die niet de mensen die eigenlijk niet zo vroeg 's ochtends willen opstaan, accommoderen op andere tijden van de dag. Pomona bende fosi wang fayera amoy neng pomona da bende wang pomona werkelijk. Masaya si jano ano de pomona moro ano girls pomona moro. Fosi mi be roko fisi roko jaso. Di mi kon tang jaso bende moya bende strand jaso. Winkri bende football field bende rekreasi sal bende alasan bende school boot op tijd bende jaso. Ma tijdens Binnenlands Oorlog dan asan ben kon moeilijk. Jaso mi oso bende. Jaso mi ching habora, dri ching fu mi habora jaso. Tu boy wa meisha. Mal instant mi no be mamoro, mi abif ser alasan furo isi fu jaso. Thank you.
onderzoek naar de Profosso of Guyana-dolfijn staat nog in de kinderschoenen. Samen met de onderzoekers uit Costa Rica en Brazilië hopen we in de toekomst meer te weten over het gedrag en het leven van deze dolfijnsoort. De vrijwilligers van het dolfijnenprogramma kijken nu niet alleen naar de water- en weersomstandigheden, maar ook naar het aantal dolfijnen en hun gedrag. De Profosso komt voor vanaf Nicaragua tot Zuid-Brazilië. Het is een echte brakwaterdolfijn die in de monding van de verschillende rivieren leeft. Ze hebben een vaste woonplek. De circa 125 dolfijnen die in de monding van de Suriname rivier wonen, leven in een gebied van ongeveer 35 vierkante kilometer. Ze zijn echt gewoon overal. Ze zitten echt middenin. Wow! Ze maken echt show! Wow. We zien dat die dolfijnen zijn heel, heel bijzonder. Langzaam maar zeker zijn we gaan nadenken van misschien moeten we proberen om die dieren te beschermen. Hoeveel? In elk geval meer dan 10. Ja, meer dan 15? Kan ik niet zeker zeggen. 3 plus 3, 6, 7, 8. En spijhoppen straks. Wow, dat is een leap, partial leap. Deze komen spijhoppen. Hey. Iedereen kan een vrijwilliger worden. Je krijgt een camera in je hand. Je krijgt equipment in de hand. Er wordt je uitgelegd hoe je dat moet gebruiken. Jij zelf doet het onderzoek. Ik ben een keer gewoon meegegaan met Monique en de groep. En ik dacht meteen van, hé, dit is wel iets heel leuks om een bijdrage aan te doen. Het is natuurlijk leuk om foto's te maken van springende dolfijnen en wanneer ze in actie zijn. Maar voor het programma gaat het eigenlijk toch meer om andersoortige foto's. Onder andere de vin is heel belangrijk om te fotograferen. Zie je die vin? Zie je, dat is nou, dat is een dier wat heel makkelijk geïdentificeerd gaat kunnen worden. Hè? Gosh, it's so pink, isn't it? And again, that blowhole is so far forward compared to other dolphins that I've seen. Yeah. Oh yeah, that's perfect. Yeah. Wow, nice photograph. See these teeth marks? If you see lots of teeth marks, it's an indication that you have an older animal. See, this is a clear fin. Yeah, it's, although there's not much in that fin to recognize, no. Mm. Oh my goodness, look at that. Wow. That's, looks like an old dolphin. Yeah, yeah, very old dolphin, yeah. This is like a tag. This animal is perfectly marked. In the sense that it has a really nice little piece of the cartilaginous trailing edge sticking out, and then another scar along the side that would help you further identify it. But if you have several photos of this animal, you'll be able to have a really good idea of who this animal is. Boy, you can see what other animals he was traveling with. Then you can look on other days in that season and see if he or she was there. Then you can start to look at previous years. If then you can do matches. Mm-hmm. You might have a number as a record, but it's great if you can have distinctive names. Yeah, distinctive names. I mean, they do it in many areas. It helps you remember them, and you can recognize them a lot better. You'll say, oh, there's Sarah. Yeah, there's Sarah. Yeah, there's Luzmila, The Guyana dolphin is no doubt an intelligent animal, very much able to adapt to its environment, the special conditions that you have here in the Suriname River. That's a special talent that they have, to be able to deal with the mud situation, the high tides. They're oceanic dolphins that would come in here and would be completely lost.
fosite mi bengo ontina busi ala san sami si mi kiri. Ma mi paltet ben barmi. Amantak den beis na patu. Den beis na ka aksi yu yang sai de kiren. Ma demi si ki wan tulesi dang go hor gadu kerki na so da pandit srefe taigim tak you do this, you do that, better not do it. More than you see, you live a frander. A pandita in tak if you no kiri, that you live more as with one. Ano bon fuk ikir one sane that you young. Fanat me no do it more than me see tak me live more on boom. Ano tak me live boom tak yakis money or sang ma a hason tate kong moro lefty no no. For see me be miskin be heavy man no me kong moro lefty. Misi furu verandering in Europa. In Libi serifi misi tak furu verandering. Pemino be kampai wan sleper serifi mi kampai wan wangi fa Europa. Trayari mi wan bomi oso serifi fa Europa fa turista Europa. Abboto sami abinono na misi ref bawa abboto. Akrong-krong cing sama idu Europa. Me buy ete tu boto no. Des na so mi uroko uroko mek muiti no no a son srefi fumi a tuida son fumi e fara na ngami mei. Me mek muiti gi mi ching na ngami frau. We have many more questions than answers with dolphins. I think they intrigue us, you know, they make us think, well, what is in that brain, you know, what are they using it for? In any case, didn't die of being strangled in a net. No, I don't see any net marks. No, so there's a lot of marks. Yeah, and from the color of the belly, yeah, we know it's not a young animal. No, it's mature. And also, when I look sure. at the size of the head with the skulls we have, yeah. it's probably an older animal. The most valuable thing that you can find out will be the stomach contents, because we don't know what they eat around here. And, okay. and that would be really, really valuable. That is actually the information yeah. that Monique is trying to get yeah. as much knowledge from, yeah. okay, how healthy was this animal, yeah. if possibly, why did it die? Was yeah. it old age? This yeah. is the only dead dolphin that you have encountered the past no, few years? No. No, but they're all so smelly that we didn't want to bring okay. them in. This one was like fresh. It had apparently just died. He was okay. in very good condition. And we had some fishermen who were willing to put it on ice for us. And right. so the next morning we called Dr. Alboter and we brought it in. And it's been in the freezer for? For a year. 1 year. Almost, mm-hmm. yeah. I think a year now. From what we've learned from 30 or 40 years now, 35, 40 years of studying dolphins, we can see that they are highly social. They're amazing acoustic animals. They use their sounds in very, very clever ways. They can tell the sizes of objects, you know, to a thousandth of an inch or millimeter between two different objects. They can communicate with each other over huge distances, you know, depending on the species of dolphins, sometimes 10, 20, 30 kilometers away. But mostly we have questions. Sade di mi ko drape ng turista. Luko dolphin. Lisbeth aksi mi one dolphin no fast na one net. Mi tak mi no dinki. On tabe sungu. Nuri ako po baka da mi siya anet din na ni kifeng. Siya anet e sorry ya. Siya ti ya. So fast na yung niki ya. And mi siya mama e pinay na anet. May fruity. Falak fruity. Sari. Adidat mi ay ben long atra. Ikan si jaso taka dolphin nere geri at de ho na mi anu. And ala dentra dolphin ben lunta hair boto hair ilamal
bang voor. Ik ben wel lang toe helemaal. En ik piste die me lusa dolfijn gue. A dolfijn op een gue moro. Maar ik moest ben gue want een trouw bewachten. Zie je wat dan. Wauw, wat mooi hoor. Ze zouden eroverheen volgen. Ja! Ja! Furu ontiman furu fisman kon kenki. Kijk, kijk. Omdat zak op zat dat nono toeristen de mij chat toeristen. Zie je? Een beetje een uitsloop. Voor zich de man bent aan toe drie net in Naswampu. Nono de mij Serbi Aladina os. Ja, daar. Asem onti saya go onti ya go kira dia. Efifen tu bakra. Cereng go luka dia dape. Tak kan film dia da ano tu bakra yo feni at tu bakra da tau go taigi trawan ta kai gonanga so mama ama surwan dia da peli biwana busi atrawan ko trawan go chat tingkong na persiso yo yo kan parater ma fikira base da ina next moro oh in links Mag je ze voeren? Nee, we voeren ze echt niet. Waarom? Het zijn wilde dieren en we komen ze nu bekijken. En soms hebben ze wel zin om te komen en soms niet. Dus je wil ze niet voeren, want op die manier ga je ze afhankelijk maken. Want dan komen ze alleen maar om het eten. Maar er is hier ook genoeg eten in de rivier. En daarom mag je bijvoorbeeld ook niet met ze zwemmen. Want je wil ze gewoon laten waar zij zijn. Vuiling kan er natuurlijk voor zorgen dat we een minder productief estuarium krijgen. Minder vissen, minder garnalen. Met andere woorden, de voedselbron voor andere dieren verdwijnt. Minder vogels, minder dolfijnen. Want voor de toerist de DVD, ik kom morgen voor een morgen voor een morgen voor. Dat is even, plastic naar haar allemaal aan de kant van boem zijn ik de toeristen. Maar als je kon draaien aan toeristen, dan kon je veranderen direct. We moeten wel zorgen dat we geen last worden voor de dolfijnen. Dus we zijn bezig geweest met het opstellen van richtlijnen. En we hebben een mooie brochure uitgegeven. En we zullen ook de tour operators, de bootsmannen en de vissers gaan trainen. In samenwerking eigenlijk ook met de bootsmensen van hier, met Warung Marta, hebben we een mooie plek gevonden voor een bord waarin we eigenlijk vertellen hoe mooi onze riviermonding is en waarin we de mensen ook aansporen om een beetje, hoe zou ik zeggen, voorzichtig om te gaan met al dat moois, toch Moen? Ja. Ja.